Oh, key, jokey. Daar is hij daily challenge tijd. Laten we eens zien wat het vandaag allemaal brengt. Oh, fijn. Als ik dit zie, dan denk ik maar aan één ding, en dat is waarschijnlijk dat dit zeer, zeer, zeer waarschijnlijk Brazilië is. Dit. Oh. Ik heb het ooit een keer onthouden waar dit verbouwen wordt, maar ik ben het helemaal vergeten. Ik dacht dat het enigszins bovenin Brazilië was, maar ik weet het niet zeker meer. Het zou makkelijk zijn als we een bordje kunnen krijgen met eventueel. Dat is waarschijnlijk de naam van de boerderij. Het zou makkelijk zijn als we een bordje zouden kunnen krijgen met de naam of het nummer van de weg. Maar ik zeg, het nummer zou ook al wel wat doen. De naam zou nog fantastischer zijn, maar ik ben bang dat het. Ik ben al heel de tijd niks tegengekomen, dus ik ben bang dat het een. Helaas een illusie gaat zijn, waarschijnlijk. Ben ik heel erg bang. Wat ik zeg, er zullen me. Wat ik al vaker zeg, er zijn mensen die zien dit, die weten gelijk van, aha, dat is hier. Want deze planten. Nou, had ik dan natuurlijk ook wel een beetje met. Hoe heet het? Met de maïs, maar. Ik kan er ook gewoon makkelijk 1000 kilometer na. Meer dan 1000 kilometer naast zitten, hoor, want ik heb geen idee. Ik doe het. Dit is echt puur op gevoel. Ja, mochten we nog twijfelen dat het Brazilië is, dan is dat de bevestiging. Ja, wat ik zeg, ik heb echt geen idee. Zonder wegnummer, zonder bordje, zonder enige andere aanwijzing is het gewoon. Nagenoeg. Niet, nou ja, is het gewoon onmogelijk, eigenlijk. Nou, ik zeg, dat zijn de mensen die het pinpointen. Het was niet in het noorden van Brazilië. Dit Botswana misschien. Oh, hallo. Jou ken ik ergens anders van. In Senegal. Dan is het allemaal wel Frans, zeker. Ja, dit is allemaal Frans dan. Dit is allemaal Frans. Dus dan is dit Senegal inderdaad. Oké. Okay. Maar. Beetje hetzelfde probleem als met. Nou, probleem, probleem, probleem. Uitdaging. Uitdaging is een mooi woord. Oh, hallo. Even kijken of ik misschien. Oh, wacht even. Oh. Nou, dat is eigenlijk de bevestiging dat het. Ik probeer te kijken of hier de naam van ons. Dat op staat. Misschien wel, maar. Hallo.
Ik weet niet of het dit zou zijn. Arles Des? Ik denk het niet. Of misschien Sukali. Maar volgens mij is dat niet. Nou, kijk, dit is. Diorbel. Dat Diorbel heb ik volgens mij wel eens ergens gezien, maar waar? Ah, daar dus, of zo. Ah ja, daar, die hoorde ik wel. Welp. Italië? Nee, want het is rood. Dus dan is dit... is het Albanië? Ik wil wel goed gezien worden, anders weer terug gaan. Zeker weten dat het rood is. En als het rood is, dan is het Albanië. Dan is het zeer waarschijnlijk Albanië. Even kijken naar andere auto's. Blauw zou ook voor Albanië zijn. Zou in ieder geval bevestigen dat dit niet Italië is. Zo, anders word ik gewoon geteleporteerd in één keer op de weg, joh. Ik vind het niet erg. Bedoel, kijken. Ah. Over teleporteren gesproken in één keer. Poef, magische auto. Ja, dan zal dit inderdaad wel Albanië zijn. Blauw. Ja. Of dit moet een of ander. Maar dat klopt niet met dat rode. Dat is hem vooral. Want Albanië heeft of blauw of rood. En ja. Dat ik denk dat het toch nog wel redelijk dicht bij de grens met Griekenland is. Want dat was volgens mij Grieks. Misschien heb ik wel helemaal mis. Misschien is het Tirana. Misschien is het wel Tirana. Want het lijkt me best wel een redelijke stad ook te zijn, namelijk. Als ik het zo zie. Gaan we voor Tirana? We gaan voor Tirana. Ik bedoel, ik haal toch niet meer het goud. Dankzij Brazilië, weet je. Dus wat dat betreft ben ik ook niet zo van. Ah, oh, nee, ik moet echt alles perfect hebben. Ik weet het, het is geen goede instelling, maar goed. Ja, het was gewoon dicht bij de Griekse grens. En ik had gewoon mijn gevoel moeten volgen. Oh, fijn. Dit ziet eruit alsof dit. Thailand, Cambodja, Filipijnen, Indonesië, Laos. Laos zal het wel niet zijn. Sri Lanka. Bangladesh, maar dat zal het ook wel niet zijn. Ik had gisteren in Explorer Mode had ik een soort gelijke. Toen was het Cambodja.
Dit helpt in ieder geval niet. Dit een klein beetje, maar niet heus. Is dat niet de vorm van Thailand? Ja. Dan is het Thailand. Ik ga ervan uit dat er geen... Oh, daar zit hij ook daarboven. Ik was echt volledig voor Cambodja. Als ik dat niet aangetroffen had. Nee, want ik zie nou ook huizen niet op paaltjes staan, dus... Dan was de optie voor Thailand toch wel een stukje aantrekkelijker horen. Ja. Maar waar is het? Geen idee. Ja. We gaan gewoon door. We gaan gewoon door. Misschien dat we ergens iets tegenkomen. Misschien met geluk of zo, maar ik denk het niet. Al is dit wel een hoofdweg, denk ik, of niet? Het is gewoon een stalplaats voor een huis of zo. Voor voertuig, denk ik. Ik denk dat dit onderdeel is van een boerderij. Ik zat al te denken van, huh? Wat is dit raar, maar dit is nog steeds, dit is die nieuwe Zindwave. Ja, nogmaals, ik vind het, het zit er goed tussen. Denk ik, vind ik. Nogmaals, ik heb nog geen commentaar terug gehad van kijkers of zo. Ik weet niet eens of de muziek goed hoorbaar is. Want ik heb ook commentaar gehad dat hij te hard stond. Toen heb ik hem zachter gezet, daarna heb ik hem weer iets harder gezet. Sure. Singapore, Hong Kong. Yep. Niet Singapore, Hong Kong. Het is Maleisië. Maleisië, Berenti. Maleisië, Berenti. Maar klopt dat ook? Ik zeg, toen ik dit zag, het eerste wat ik dacht was gelijk... Maar ja, wat ik zeg... Want... Oh ja, nou, de rest van dit zie je sowieso. Maar, waar gaat dit zijn, joh? Teddy Bear Museum, volgens mij is het. Ik denk wel dat het... Ik denk niet dat het Kuala Lumpur is. Ik zet hem daar nou puur in, puur om even... Penang. Penang is het eiland hierboven, toch? Ja. Ja. Ik kan het zeggen. Zullen we ons terug naar hier beneden gaan? Want daar stond een bord. Hier, Island Resort. Ik denk dat er wel meer islands resorts zijn op zo'n ding. Maar misschien dat er aan de onderkant van die berg stond er nog een ding. Misschien dat er iets specifiekers op staat wat het is. Daar. Hilltop Villas.
Ik heb namelijk ook niet echt het idee dat het zeg maar super centraal ligt. Oké, dat is naar noord toe het water. Ah, ik zat er dichtbij. Nice. Goed gekozen. Nou, als ik in Brazilië er dichterbij zit. Nou, nogmaals. Ik dacht echt 100% dat het in het noorden van het land was. Dus ik had dat nooit van zijn leven geraden. Ben ik nog blij dat ik hem niet volledig noorden gezet heb. Maar goed. Ja, er valt voor verder rest weinig van te zeggen. Dat was het in ieder geval voor vandaag. Morgen weer een dag en een New Day Challenge. En dan zeg ik tot morgen.